allereerste weekly workout met Dames 1. Wij zullen elke week een leuke workout voor thuis sturen, zodat we een beetje verbonden blijven met elkaar. En natuurlijk ook fit blijven tijdens deze lockdown. En hopelijk vallen dan de eerste kilometers, als we straks weer mogen zwemmen, een beetje mee. Dus trek lekker je sportkleren aan en dan kunnen we beginnen. We beginnen met jumping jacks. Nu dat we een beetje warm zijn, gaan we beginnen met het eerste hoofdsetje. Daarin gaan we 6 minuten werken en die zien er als volgt uit. Je begint met 20 squats en daarna doe je 10 push-ups en dat herhaal je 6 minuten lang. Dus je gaat proberen zoveel mogelijk rondjes te halen. Dus dat ziet er als volgt uit. 20 squats. 1, 2, 3, 4, 5.
squats. 6 minuten lang. Succes! Goed gewerkt allemaal. We gaan door naar het volgende setje. Neem nog even lekker een slokje water. Zet dat dus nooit even op pauze als je wat langer nodig hebt. En dan kunnen we door. Het volgende setje is een buikspieren setje. Weer 6 minuten en 3 oefeningen. Je doet elke oefening 30 seconden en dan na 3 ga je weer terug naar de eerste. De eerste oefening is planken.
moe. Maar we zijn aangekomen bij mijn favoriete deel, de cooling down. Dus laten we lekker gaan stretchen. En dan zijn we zo meteen klaar met de eerste workout. We beginnen eventjes in een diepe squat. Laat een beetje je liesjes stretchen. Oké, nu ga je op je handen en je voeten staan. En je zet zo meteen je rechtervoet aan de zijkant van je rechterhand. Dus naar buiten. Ja, dan voel je het goed rekken en dan ga je nu proberen omhoog te kijken. Kijk je hand goed na. Zet je rechterhand neer en nu gaat je de linkerhand omhoog. Dat is iets lastiger. Probeer je evenwicht te houden. En weer je andere hand. En terug naar links. Nog één keer allebei de kanten. En je zet je voet weer terug. En nu op links. En je gaat weer open draaien. De laatste twee keer. Oké. Gaan we nog eventjes een beetje de armen stretchen. Schouders. En de linkerarm. En het laatste wat je doet is je pak je handen achter je rug vast. En je gaat naar voren. Probeer zo ver mogelijk te komen. Dus goed, dus doet er overal pijn nu.